Vandaag in Deventer Nu. De roze bordjes van het CEG. Kijk vooral wat een kind wel kan, waar het toe in staat is. Uw verhuizing doorgeven bij de gemeente. En de binnenstadsavond. Met hulp van Bob de Bouwer heeft wethouder Marco Zwart twee roze bordjes geplaatst bij kinderdagverblijf Sam en Bommes. Dankzij deze bordjes kunt u nu al in één oogopslag zien wie een partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin is. Nou, die bordjes zijn bedoeld om ouders te laten zien dat wij deel zijn van het Centrum voor Jeugd en Gezin. En dat je met alle vragen terecht kan. Dat kunnen opvoedkundige vragen zijn of vragen over voeding of over ja, waar speel je nou mee. Kan van alles zijn. Vraag het maar. En dat is een hele mooie term om aan je gevel te hangen. Want we zijn bedoeld, ook met Sam & Co, om ouders te helpen in het opvoeden van hun kinderen. Nou, het CJG is een afkorting voor Centrum Jeugd en Gezin. Het bedoel is altijd geweest ervoor te zorgen dat ook ouders worden geholpen bij het opvoeden van kinderen. En we hebben in Deventer geëxperimenteerd met aparte plekken. Maar we hebben ook ouders gevraagd, wat vinden jullie nou eigenlijk handige plaatsen om met die vragen terecht te kunnen? En toen hebben we ontdekt aan de ene kant dat die aparte plekken, dat er maar weinig mensen komen. En dat mensen het eigenlijk veel prettiger vinden, bijvoorbeeld hier bij de kinderopvang of op een school of bij het consultatiebureau of gewoon bij de kraamverzorgster om daar die vragen te stellen. En we hebben afgesproken met het CJG, daar gaan we dan ook de mensen helpen met materiaal, met opleidingen om die vragen goed te beantwoorden. En dan heeft eigenlijk iedereen het CJG om de hoek. Het kinderdagverblijf is een plek waar veel ouders langskomen met vragen over opvoeden. Ze stellen ons natuurlijk vragen tussendoor over de ontwikkeling. Of ze zijn bij het consultatiebureau geweest. En dan krijgen ze bijvoorbeeld mee van, nou, je mag er een fles afhalen. En dan vragen ze vaak aan ons, goh, hoe kan ik dat het beste doen? En dan hebben wij vaak wel tips van, haal de avondfles eraf of doe de rijstenbloem bij je in. En met dat soort vragen komen ze. Maar we willen dus nu bijvoorbeeld bij kindercentra, bij scholen en de plekken waar het consultatiebureau werkt, eigenlijk overal die bordjes gaan ophangen. Zodat we straks tientallen plekken in Deventer hebben waar je die bordjes inderdaad zult vinden. Nou, juist kinderdagverblijven zijn onderdeel omdat zoveel ouders tegenwoordig werken en hun kind naar een kinderopvang of naar het peuterspelen doen. Dat het raar zijn om geen deel te zijn. Juist wij zien zo'n 3000 ouders per week die met vragen en problemen of puzzeltjes langskomen. Nou, die kans moet je benutten en wij willen graag deel zijn van een groter geheel. Maak je jezelf beter van en dus kan je ouders beter helpen. Door onderdeel te zijn van het netwerk van CJG kunnen organisaties als een kinderdagverblijf de ouders beter ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. Nou, lang niet alle ouders weten wat het CJG is, hè, Centrum voor Jeugd en Gezin, omdat het eigenlijk een organisatievorm is die alle professionele organisaties aan elkaar verbindt. En dat je als ouder gaat zien, hey, op alle plekken krijg ik dezelfde soort antwoorden. Daar is ook een methode aan bedacht, die heet Triple P. En Triple P staat dan voor positief opvoeden. Daar zijn we binnen Sam & Co ook van. Kijk vooral wat een kind wel kan, waar het toe in staat is, waar het geïnteresseerd in is. En benut dat. En ook opvoeden, ga daarvan uit. En niet van dit mag niet en dat mag niet, maar juist vanuit je positiviteit. Er is weer een binnenstadsavond. Op 29 januari bent u uitgenodigd op deze avond waar u informatie krijgt over lopende projecten in de binnenstad. Zoals de stationsomgeving, een belangrijk knooppunt in Deventer. Dagelijks stappen ruim 18.000 mensen in en uit de trein op het Deventer station. In de toekomst gaat dit aantal met 30% stijgen. Met een betere aansluiting, een extra perron en vernieuwde fietsenstalling wordt het stationsgebied klaargemaakt voor de toekomst. Tijdens de binnenstadsavond kunt u het ontwerp van het stationsplein bekijken en uw mening geven. Op het Lamme van Dieseplein is de afgelopen maanden gebouwd aan het Geert Grotehuis. Dit opvallende glazen gebouw is straks het middelpunt van het plein, dat naar verwachting eind februari wordt ingericht. In het voorjaar worden de bomen en planten geplant. In mei moet het Lamme van Dieseplein klaar zijn. De toneeltoren van de Oude Schouwburg op het Beurzenplein maakt plaats voor het stadhuiskwartier. Na de sloop van de toneeltoren worden Polstraat 1, het overige deel van de Schouwburg en het voormalige stadskantoor gesloopt. Op de plek van de gesloopte panden komt een nieuw stadskantoor. Het wordt één van de duurzaamste gebouwen van Nederland.
Inwoners en bedrijven kunnen er terecht voor alle diensten van de gemeente. Deze en andere projecten vindt u op 29 januari tussen 7 en 10 uur in het Deventer Stadhuis. U kunt gewoon binnenkomen lopen. De Binnenstadsavond. U komt toch ook? Veel producten van de gemeente Deventer kunt u digitaal afhandelen via www.deventer.nl/digitaal. Veilig en 24 uur per dag, 7 dagen per week. U gaat bijvoorbeeld verhuizen. De adreswijziging geeft u digitaal aan ons door. Desnoods met een laptop tussen de verhuisdozen. U kunt inloggen met uw DigiD of uw burgerservice nummer. Nu is het nog aantrekkelijker om uw verhuizing digitaal aan ons door te geven. Wie zijn verhuizing binnen of naar de gemeente Deventer digitaal regelt, krijgt nu een gratis Deventer koekhuisje bij de Deventer koekwinkel aan de Brink. De actie loopt zolang de voorraad strekt.